Nou, de eerste vraag dan maar om los te barsten. Ik heb gehoord dat Brian een Engelsman is, maar woont in München. Hoe komt dat? Brian, why? You're an Englishman. You're an Englishman. Why are you living in Munich? Why not? Why not? Waarom niet? Oh, sorry, sorry. Why not? Ja, waarom wel ook eigenlijk? München is een hele mooie stad. Ik ken het. Ik heb er ook gewoond. Maar misschien wil je wat uitgebreider erop ingaan. Mogelijk is het een te veel privévraag. Dan gaan we door naar de volgende. Brian Becknell, is tekenaar van cartoons. Wij maken hem hier eigenlijk pas mee. Mijn tweede vraag wil dan zijn, hoe lang is hij al tekenaar? Een obligate vraag, maar zo moeten we wel beginnen. Hoe lang tekent hij al? How long are you drawing? Oh, I'm drawing all my life. And I'm, well, I think 16 years freelance. I started freelance in Amsterdam about 16 years ago. I had a studio and I worked for different magazines for advertising in Holland. And one of the reasons actually I went to Munich was after 6.5 years in Amsterdam, I started to get more work from Germany than I had in Holland, and it became very, very difficult to work for both countries. So I had to decide then which country it was better for me to live in, and I chose Munich. Nou, Brian, ben ik dus al 16 jaar als tekenaar. Is begonnen in Amsterdam en kreeg te veel werk in Duitsland om zijn tijd in Amsterdam te kunnen doorbrengen. Is toen verhuisd naar München om van daaruit zijn werk, maar ook van Nederland, voor te zetten. Waarom in Amsterdam? Waren er geen mogelijkheden om in Engeland op te starten? There were no possibilities to start in England. Yes, I worked in England. After my studying, I was a teacher in England in an art academy for about 1 year. And a chance came my way to take a job in Amsterdam. And I wanted to work in a foreign country and not just stay in my own country. And that's the reason. And I took this job and I moved to Amsterdam because at that time it was very exciting for me. Ja, hij ging dus naar Amsterdam omdat hij had wel werk in Engeland, maar het was wat opwindender daar in Amsterdam en hij kreeg hier ook wat meer aanbiedingen. Is dat ook de reden, mag ik even naar Henk gaan, Henk Mondria, is dat ook de reden dat je hier ontdekte? Dat is een heel ander verhaal geweest. Het was zo dat zijn Duitse uitgever, waar hij al een paar boeken had doen uitgeven, die kwam op onze stand op de Frankfurter Boegmessen. En daar namen wij kennis van het werk van Brian. En we waren in eerste instantie niet zo enthousiast om meteen te besluiten, we gaan zijn boeken maar uitgeven. Maar toen zijn uitgever was uitgesproken, zei Brian zelf van ik heb hier nog een paar leuke tekeningen liggen, misschien vind je die wel leuk. En hij pakte toen de tekeningen over humor, over de kerk. En die bekeken wij en daarvan zeiden wij meteen, hey, dat is een heel leuk onderwerp om in Nederland uit te geven. En Brian vertelde dat dat onderwerp in Duitsland zo geladen ligt dat zijn uitgever er daar nooit aan heeft gewild. En dat is dus het eerste contact geweest wat we met Brian hebben gehad. Het komt er dus ook op neer dat ze op Duitsland, in Duitsland toch nog wel wat achterlopen en wij weer eigenlijk het startschot moeten geven ook voor die cartoons. Misschien komen ze dan via Holland toch weer naar Duitsland. Inderdaad is dat wat inmiddels heeft plaatsgevonden, want nu zijn Duitse uitgever heeft gezien dat wij in Nederland toch leuk dat boek kunnen verkopen, heeft inmiddels de Duitse uitgever ook besloten om het in Duitsland te brengen. Maar in dit geval heeft hij dus niet met Brian zelf zaken gedaan, maar nu moest hij dus weer met onze zaken doen, omdat wij de eerste uitgever van dat boek zijn. Gefeliciteerd ermee, Henk. Behalve de cartoons,
kan ik me haast niet voorstellen dat hij alleen maar cartoons doet. Wat doet Brian verder nog? Wat tekent hij verder nog? Next to cartoons, what do you what else do you do? What kind of work? Oh, well, I also like to paint, and I like to always develop new things. I'm always looking for something new to do, something I wouldn't say that hasn't been done before, but almost hasn't been done before. And that was one of the reasons for this book. Momodog? Yes. What's so special about Momodog? It's a crazy book. Yeah. Can you explain a little bit about that? Well, the problem is, for publishers, they always want a certain category in books. And Momodog doesn't fit in any category. It's no children's book, it's no real cartoon book, and it's not a real storybook. It's a book mixed with all these elements, so it's a crazy book. Ik begrijp dus uit dat het een soort kinderboeken zijn voor volwassenen. He explains it as a children's book for adults. Sorry? He explains it as a children's book for adults. Yes, of course. Of course, yeah. Schrijft hij ook de teksten? Do you write the texts? No, we developed the text with my wife together. She's written the original text. The original text was written in German. Yeah. And then it was translated into Dutch for Mondrian. There is also a Momodog presentation over here with the whole story covered with pre-action. You've seen it? Yes. And you like it? Yes. Is it, it was very exciting for me. All right. So. Ja, even voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Er zijn hier presentaties van het boek Momodog van Brian Becknell. Het is een heel apart boek. Het is eigenlijk geen kinderboek, maar op een soortgelijke wijze gemaakt. En die presentatie vindt zo nu dan plaats in een van de zalen. En hij was zelf zeer verrast die presentatie daar terug te zien. Worden ze alleen hier in Nederland uitgegeven in Duitsland? Of gaat ze ook nog verder Europa in? Misschien Amerika en ook nog? Are you only edited in Holland and Germany? Or are you going to the United States or something else? Well, of course. Of course? Yes. When? I'm trying this year to do it all. Dit jaar misschien. Dit jaar Amerika. Ja. Maar dit jaar in Amerika dus. Maar ik bedoel, de boeken, de cartoons en zo die al uitgegeven zijn. Zijn die alleen in Duitsland en in Nederland uitgegeven? Maar misschien ook nog in Frankrijk of zo? Are you, where are you already published? Next to Holland and Germany? There's books in France and in Scandinavia. And I have 4 children's books in England. You have to translate that, eh? Yeah. Well... Brian, om even de voorgaande vraag een beetje samen te vatten. Brian is inmiddels gepubliceerd in Frankrijk, Scandinavië en zeg maar in feite heel West-Europa. De ideeën van de cartoons, die zijn waarschijnlijk ook van hemzelf, hè? Ja. Ja? Ja, the idea from all the cartoons, I'm afraid, is from me alone. And I'm copied very much in Germany. Of course. Nou, ik vind het echt prachtig hoor. Het zijn hele mooie tekeningen en ook de ideeën. Het is een heel creatief mens, vind ik. Ik ga even naar Henk verder. Henk, jij bent dus de uitgever van zijn boekjes. Wat doe je er verder nog mee? Op het ogenblik hebben wij, behalve dus de boekjes met cartoons en het boek Momodog, ook... zijn cartoons gebruikt om op wenskaarten en prentbriefkaarten af te beelden. Zo bijvoorbeeld de cartoons die gebruikt zijn ook voor het programmaboek Beestenbende zijn inmiddels ook verkrijgbaar als kaarten zoals ik die hier ook bij mij heb. Ook hebben wij wenskaarten gemaakt van een aantal ondeugende afbeeldingen uit zijn boek For Lovers Only. Ja, ja. Het is een Engelse titel, maar het is een gewoon Nederlands boek, want er staat geen onvertogen woord in. Alleen het beeld natuurlijk is onvertogen.
Nee, dat zeggen we niet. Maar u weet het, u heeft het gehoord. U kan in ieder geval bij Mondria, hij is hier ook op de beurs aanwezig, alles nog eens bezichtigen en kopen als u wil. En komt u later nog eens in een boekwinkel. Denk aan uitgeverij Mondria en denk vooral aan Brian Becknell. Een laatste vraag wil ik nog. Misschien een laatste vraag, misschien weet jij ook nog iets. We hebben het tot nog toe eigenlijk over verhalen gehad en over cartoons. Is hij nog van plan om zich op het stripwerk te werpen? Do you intend to publish comics? Yes. Yeah. When? I'm at the moment now trying to develop a very extreme comic with this, but a very different type of comic than, say, the majority of comic books. It'll be very crazy, I hope, yeah. And well, very modern, but I don't find at the moment the words. But the difficulty is finding first a publisher which can publish a certain kind of modern comic. That's the difficulty. The moment I find a publisher to do that, then we can go ahead. But it takes a lot of time and it takes a lot of costs. And Henk doesn't want to? I haven't talked with him about it yet. Oh, at the moment. You have to. We've had at the moment too many other things to talk about, but I probably will. Brian wil zich ook op het stripfront gaan vertonen. Zoals je weet, Brian is een cartoonist. Hij zal zich met een speciaal soort humor op het terrein willen gaan begeven. Maar hij is nog op zoek naar een uitgever. Dus ik kijk even naar Henk Mondria. Wij hebben net het boekje Beestenbende geproduceerd. En dat is een qua productie en tijd, om het allemaal op tijd ook te realiseren, zoveel werk en overleg geweest dat het eenvoudig zo is dat ik nog geen tijd gehad heb om met Brian over de toekomst te spreken. Wij moesten naar deze dag toe leven en hierna kunnen wij weer kijken wat we nog meer gaan doen. Nou, dan weet je nu wat je te wachten staat, hè? En wat ons te wachten staat, want ik ben er haast zeker van dat je dat ook uit gaat geven. En toch nog weer een allerlaatste vraag. Hoewel die niet bestaat, maar ik wil het nog even weten. Een allerlaatste vraag. Ja, bevalt het hem hier? It pleases you here. Yes, I wanted to say that anyway before we end this interview. It's my first time in Breda on a fair like this. And I think it's absolutely fantastic. I like the way the fair's... Oh, sorry. I like the way the fair's been organized. I'm not just saying that because you're sitting there. No, thank you. I like the way it's all done. I like the Dutch people very much. And I think they participate in a fair like this with freedom and humor. And I think it's a very nice occasion. Nou, Brian is hier voor de eerste keer. Is erg blij dat hij er is. Brian heeft ook al die mooie omslagen en al die mooie posters gemaakt. En hij is vooral blij dat u reageert op zijn vorm van humor. Daar komt het wel op neer. Nog even, maar nu heel kort. Dus de derde laatste vraag. Bevalt de uitgever hem? Are you content with your editor? Sorry? Are you content with your editor? Sorry? I would just like to say I like Dutch beer very much. Yes, I'm very content with my editor. When I look around and see his concurrenten, then it makes me feel very comfortable. Okay. I think you both better can go now. Ik denk dat jullie beter nu samen even een pilsje kunnen gaan drinken. Nou, het komt er dus uit dat hij heel blij is met Henk Mondria. Nou, dat is voor ons alleen maar verheugend. Dan zullen we nog veel van hem tegemoet kunnen zien via de uitgeverij van Mondria. Wil u Brian Becknell zelf persoonlijk nog even spreken? Hij gaat nu naar de stand van Mondria. Daar gaat hij zijn...